Oké, nou. Ja, ik wou even zeggen dat we hebben een t-shirt aan met Zwarte Piet is geen racisme. En ik schrijf racisme met SC, omdat ik dat beter Nederlands vind. Want dat racisme, dat vind ik zo'n liefdeloze vertaling. Je hebt human race, racism, en dan heb je blanke ras, en dan krijg je automatisch racisme. En dat past zo ook beter bij fascisme. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. En mensen vinden het raar dat ik nu over Zwarte Piet begin, maar we moeten niet denken dat het probleem zich vanzelf oplost. De vijand slaapt niet. Mensen als Afrili en zijn konuiten hebben allemaal stichtingen en bedrijfjes. En Afrili die houdt regelmatig lezingen over het hele land. Voor ons een mooie gelegenheid om daar buiten voor de deur te gaan staan met onze t-shirts aan. Wij willen ook wel wat subsidie om ons culturele erfgoed te verdedigen. Nou, ik betaal mijn blauwe t-shirts en ik heb ook nog stickers. Een paar weken geleden was de Internationale Dag tegen Racisme in Amsterdam. Stonden ze weer met hun borden. Zwarte Piet kan niet. En dit jaar gaan ze proberen om Zwarte Piet te verbieden. Daar willen wij graag een stokje voor steken. Zwarte Piet moet blijven. Bovendien zijn wij het een beetje zat om al door voor racisten uitgemaakt te worden. Nida in Rotterdam bijvoorbeeld, die redeneert heel eenvoudig. Extreem rechts is voor Zwarte Piet, dus Zwarte Piet is extreem rechts. Een heleboel, ja, extreem rechts is voor Zwarte Piet, maar een heleboel andere mensen ook. De meeste daarvan zijn gewone normale burgers die niet willen dat er aan hun traditie getornd wordt, omdat een groepje maloten zich in het hoofd heeft gezet dat Zwarte Piet racisme is. Zwarte Piet is geen racisme. Dat gaan we ze voor eens en altijd op vreedzame wijze duidelijk maken. Dat betekent, we gaan ze helemaal kapot demonstreren. Net als zij met ons hebben gedaan. Wat zij kunnen, kunnen wij ook. Ze hebben op respectloze wijze over onze tradities heen gewalst en ervoor gezorgd dat wij onze kinderen niet meer de oude verhalen kunnen vertellen en de liedjes kunnen leren die we zelf van onze ouders hebben geleerd. Het feest is ons gewoon afgepakt en dat ging ook onder dwang. En die Michael Verzel, die van die bordsplinters, kent u allemaal wel, die had afgelopen jaar foto's gemaakt van een paar winkels in Utrecht die nog het lef hadden om pietjes in de etalage te hangen. En hij had de adressen rondgestuurd met de opmerking erbij van als er nog iemand actie wil voeren. En dat was dus doodleuk, een verkapte oproep om de ruiten daarin te gooien. Even wisselen. Zo, dat was een lange tekst. Hey, we kennen ze allemaal, de zielepietjes die in de bus zaten. Jerry Afrili, Michel Esaias en hun gevolg van blanke slaafjes. En dan hebben we nog Quincy de Gario en Sylvana, die waren volgens mij niet bij de rechtszaak, althans niet dat ik weet. Ik zag ze alleen van een afstand langslopen. Het zijn wat ze noemen de useful idiots. Ze zorgen voor verdeel en heers. Ze hebben het alleen zelf niet door. KOZP misbruikt het demonstratierecht. Ze hebben ondertussen de hele bevolking tegen elkaar opgezet. Het zijn echt de irritantste mensen van Nederland. Staan ze daar tijdens de intocht? Zwarte Piet mag niet, de schreeuwen. Afrili en zijn zwarte Puritijnen hadden veel goed werk kunnen leveren door zich in te zetten tegen racisme. In plaats daarvan zetten ze zich af tegen Zwarte Piet, zodat wij gedwongen worden om tegen hen in actie te komen. Wij zijn het zat om al dan vals beschuldigd te worden. Het wordt tijd voor een scheiding in de racisme-discussie. Zwarte Piet is geen racisme. Wij eisen dat ze dat ene punt laten vallen en kunnen wij weer met ze meer demonstreren. Mijn eerste demonstratie was tegen racisme en nu demonstreren ze tegen mij. Het slaat echt helemaal nergens op. Precies. Ja. Volgens mij ben je gewoon niet goed geïntegreerd als je tijdens de intocht van Sinterklaas gaat staan schreeuwen dat Zwarte Piet niet mag. Dat vind ik fout. Het is jammer dat zij niet begrijpen waar dat feest over gaat, maar iemand moet ergens een grens trekken en dat heeft Jenny gedaan, Jenny Douwens. Het is duidelijk dat beide kampen niet bereid zijn om ook maar één haarbreed toe te geven. En dat moeten we ook niet doen, want dan zouden we toegeven dat het racisme is en dat is niet zo. Nee, precies. Het was een inclusief feest en iedereen mocht meedoen. Nou is het van ons afgepakt en zitten wij naar een verwrongen versie van ons eigen feest te kijken waar wij niet eens aan mee willen doen. En dat terwijl andere culturen hier alle ruimte kregen om hun ding te doen. Ik kreeg ook buikpijn toen ik mijn eerste kleurpiet zag. Ik zal het nooit vergeten, hij was groen. Boah! Nou, er was duidelijk niks bij.
Het is algemeen bekend dat de revolutie komt als er ergens een groot leider vermoord wordt. En ik denk persoonlijk dat Fortuyn het al lang verboden had als hij nog geleefd had. Die had al lang gezegd dat ze moeten ophouden met die flauwekul over Zwarte Piet. Jerry en zijn racistische knokploegje werken samen met de koloniale onderdrukker en de Friesen hebben mooi de hoge heren uit Holland de voet dwars gezet. Zo zien wij dat. Die blokkade is gewoon ons eigen cordon sanitair. Hier, in Den Haag. Nou, ja, doet even. En u zei dat alles vanuit zitten. Ik krijg een lamme arm van, dat ding is wel zwaar, man. Ik had over het bruine gevaar, dat zijn ze in Duitsland alweer. Dat is bruine gevaar, daar bedoelen ze de fascisten mee. Maar ik heb daar voor Jerry Afri gereserveerd, die term. Het bruine gevaar. Ik heb hem misgesproken, toen werd mij al vrij snel duidelijk dat er met deze man niet te praten valt. Hij bedoelt het misschien goed, maar hij zit in zijn eigen bruine bubbel, omringd door knipmessen en hielenlikkers. Hij klaagde dat zijn kinderen werden uitgescholden voor Zwarte Piet. Dan geef je toch die andere kinderen een standje in plaats van een halve burgeroorlog te ontketenen. Waarschijnlijk beschouwt hij zichzelf als de rechtmatige koning van Takatukkeland. Ik gaf hem een flyer van mijn vrijbuiterspartij met het verhaal wat mijn moeder mij vertelde hoe het zat met Sinterklaas. Volgens mijn moeder is Sinterklaas de bisschop van Myra, die juist de slaven opkocht om ze een goed leven te geven. Als een soort Schindler avant la lettre. Hij kocht ze op en nam ze in dienst als knecht, zodat ze beschermd werden. Hij kon ze niet vrijlaten, want dan zouden ze vogelvrij zijn. Als iemand ze wat zou doen, dan kon hij een klacht indienen wegens beschadiging van zijn bezit. Zo ging dat in die tijd. Je moeder heeft tegen je gelogen, zei Jerry. Ik probeerde hem nog uit te leggen dat het erom gaat om de kinderen voor de gek te houden. Dat is de lol van de volwassenen die ze vergald hebben. Maar hij wilde niet luisteren. Volgende keer hebben we allebei een knokploegje achter ons. En dan moeten wij maar zien dat we die mensen uit elkaar houden, zei ik nog tegen hem. Dat had ik goed gezien, alleen was ik daar zelf niet bij. Want de volgende keer stond hij met die blokkeervriezen voor zijn neus. Jerry Afrije noemt ons geliefde Sinterklaasfeest een koloniale voorstelling. Jouw vrijheid stopt waar je die van een ander inperkt, sprak hij tijdens de rechtszaak. Jammer dat hij niet begrijpt dat hij dat zelf ook aan het doen is. We hebben hier te maken met een blinde man die niet inziet hoe egoïstisch hij zelf is. Mitchell Esayas mocht ook een verklaring voorlezen bij de rechtbank. Hij speelde de vermoorde onschuld. We hebben een paar screenshots van hem gezien die sterk de indruk wekken dat het Openbaar Ministerie de verkeerde voor de rechter heeft gesleept. Moet je zien wat voor haat en ellende ze hebben opgeroepen met een onverdraagzame clubje. Zij mogen ongestraft angst en haat zaaien met een opmerking over botsplinters en onbeheerde rugzakken. Zoals dokter Sid Lucassen opmerkte, het gaat allang niet meer om het plezier van de kinderen, het gaat om de postkoloniale frustraties van de volwassenen. Dat die kinderen staan te huilen, daar hebben ze helemaal geen enkel begrip voor dat dat misschien door hun komt en dat, nou ja, onbegrijpelijk. Ze hebben maar half Nederland onder de duim, maar deze mensen hebben niet genoeg aan hun vinger, ze willen een ijzeren vuist maken. Half Holland buigt voor hen. Wat voor een heerlijk gemaksgevoel geeft dat dan niet? Zelfs als zou iemand ze ervan kunnen overtuigen dat Zwarte Piet geen racisme is, dan zouden ze dat nog niet toegeven, want dat zou een enorm gezichtsverlies betekenen. Dan zouden ze niet naast Rosa Parks en Martin Luther King in de geschiedenisboekjes terechtkomen, maar te boek staan als een stel belachelijke figuren die van Zwarte Piet een olifant hebben gemaakt. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen hersenspinsels dat ze zelfs naar de Verenigde Naties zijn gestapt om hun gelijk te halen. Alsof die begrijpen waar dat feest over gaat. Ze vergelijken Zwarte Piet met blackface, maar dat is een oude traditie uit Amerika, speciaal bedoeld om de negers belachelijk te maken. Ik mag toch negers zeggen? Ik mag negers zeggen, niet zo niet? Ha, 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 ha. Mijn zoon er niet over horen, dat is hun die erover beginnen. Ja, ja. Oké. Okay. Deze mensen willen helemaal geen dialoog, ze willen gewoon gelijk hebben en vasthouden aan hun vooroordelen. Anders zullen ze hun zegentocht moeten onderbreken en moeten buigen voor ons, het gewone volk. Wij vuile, minderwaardige tokkies. Bovendien willen ze graag dat wij racisten zijn, want tegen wie moeten ze anders een keer gaan? Heel Holland zwalt al jaren van veegpieten naar roetmoppen. In de figuur van Zwarte Piet hebben zij de perfecte splijtswam gevonden. Ik heb nog nooit van mijn leven mensen zo zien zwelgen in een slachtofferrol. Dat is in de hele geschiedenis nog nooit vertoond.
Ze doen alsof ze levend gevuld worden als wij ons zwart sminken en met pepernoot strooien. De vergelijking met een heksenjacht dringt zich op. Kent u die film over Salem's Lot met Winona Ryder? Ook bij de filmpjes over KOZP zie je mensen compleet hysterisch worden. Het zou grappig kunnen zijn als het niet zo droevig was. Het is toch zo zonde dat zij zich hem laten aanpraten dat Zwarte Piet racisme is. Het is het zoeken naar de zondebok. Wie, oh wie, zijn toch die mensen die van die rotdingen zeggen op Facebook? Makkers, staakt uw wild geraas. De huidige versie van de Sinterklaasviering doet in mijn ogen geen recht aan de bisschop van Myra, die juist de slaven opkocht om ze goed leven te geven. Sinterklaas is in mijn ogen dan ook het symbool tegen racisme. Zwarte Piet is zo zwart omdat hij je mooi moet voorstellen. Vandaar ook die grote rode lippen en die gouden oorbellen. Wij willen dan ook onze allochtonen vragen om voor Zwarte Piet te spelen. Zo kunnen we de rassenoorlog tegengaan waar we ingelokt worden en weer normaal ouderwets gezellig ons Sinterklaasfeest vieren. Tevens verzoeken wij iedereen alle opmerkingen over apen en bananen voortaan achterwege te laten, ter verhoging van de algemene feestvreugde. Verder zijn wij het zat om al door voor racisten uitgemaakt te worden. En voor leugenaars. Eerst heten we mensen hier welkom en toen we begonnen te klagen dat het te vol werd, waren we opeens racisten. Dat is niet eerlijk. Als wij zeggen dat Zwarte Piet geen racisme is, dan is dat gewoon zo. Zoals een kennis van mij zei, we moeten rekening houden met de zwarte medemens. U kent het type wel, de bedeesde blanke man die de zwarte medemens zo behandelt alsof hij een hoogst persoonlijk heeft afgeranseld in een vorige reunie. Ze geven nog net de zweep niet aan. Misschien wordt het langzamerhand eens tijd dat het Openbaar Ministerie, de regering en de media eens rekening gaan houden met de machteloze woede van het volk wat ten prooi valt aan de minachting van toen links. Het volk wat na de moord op haar verkozen leider de vernedering moet slikken om bespot te worden door een paar domme witte wichtjes. Dat woord alleen al. Zeg maar gewoon blank hoor. Alsjeblieft. In de gedaante van de cabaretsletten die optraden bij die misselijke pauw. Zoals de advocaat van de blokkeervriezen zei, olie op de golven is beter dan olie op het vuur. Daarom hebben wij een tegeneis. Wij willen de roe weer terug. Die hebben we hard nodig om ons te verdedigen. Verder willen wij dat iedereen die protesteert tegen Zwarte Piet wordt opgesloten zolang Sinterklaas in het land is. En daarna kunnen ze mooi mee naar de zak, in de zak naar Spanje. Om daar het hele jaar aan de lopende band cadeautjes in te pakken voor die kinderen die ze aan het huilen hebben gemaakt. Yeah. Of laat ze anders gewoon 100.000 keer Zwarte Piet is geen racisme schrijven. Met SC uiteraard. Dat zal ze leren. Oké, nou.